Nou ja, wat we hebben is een hele mooie hand met haviksnagels. Mijn nagel is een tikkeltje beschadigd, maar daar zien we straks niks meer van. Wat ik nog eventjes wil opmerken, je hebt hier aan de zijkanten, en laat je een heel klein beetje het product zitten. Ik heb van nature een hele diepe, of een nagel, maar een heel diep stresspunt. Ja. Echt heel vrijliggend. Ja, het is ook wel een beetje kenmerkend voor haviksnagel natuurlijk. Dit punt, je ziet dan vaak dat er eigenlijk bijna geen stresspunt is. Mm-hmm. Dus je deze kant ook, je trekt hem echt helemaal, helemaal weg. Daar laat ik inderdaad ook zeker wel wat nagels zitten. Het is niet de bedoeling dat je hem tot daar dan ook helemaal gaat weghalen. Je haalt dan gewoon de sterkte van natuurlijke nagel weg. Ja. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Je wilt iets cosmetisch corrigeren. Mm-hmm. En je wilt niet iets blijvends verandering aanbrengen. Dus vandaar. Ja. Nou, we hebben natuurlijk al van tevoren onze voorbereiding gedaan en hem geprept. Wat gaan we dan doen? Nou, zo goed kijken nu van de zijkant uit. Dus heb jij hier eigenlijk al toch wel die curve? Dus wat ik eigenlijk ga doen is vanuit hieruit eigenlijk jouw natuurlijke nagel gebruiken als basis voor mijn verlenging. Ja. We gaan hem ietsjes verlengen, dus iets over de natuurlijke verlenging heen zetten. En de rest gewoon heel lichtjes camoufleren en daarna mooi fringe tegenaan. Dus eigenlijk gebruik je mijn natuurlijke bolling. Ja. En bouw je dat tussenstuk op met dat camouflageproduct, waardoor je meteen ook die dekkracht hebt. Ja, inderdaad. Ja. Kijk, zet hem ook echt precies daar tegen jouw bolling aan. Ja. En dan ga ik hem eerst verdelen. En dan ga ik hem precies verdelen. Daarna de punten eigenlijk waar het schabloon en de huid van elkaar loskomen. Ja. En ik blend eerst helemaal mooi uit naar die bolling toe, daar loopt hij helemaal glad in over. Ja, en wat ik dan doe is het product eigenlijk gewoon, ik hou ervan dat hij dan een beetje naar beneden loopt. En dan trek ik het product. Ja, dus je zet zacht druk. Ja. Je gebruikt je penseel ook met het oppervlak van de nagel mee. Ja. Als je dit natuurlijk nu te enthousiast doet, dan trek je alles naar voren toe en dan krijg je een enorme Je moet echt bolte. Inderdaad heel rustig werken, goed naar het product kijken. Ja, wat nu ook heel duidelijk te zien is dat je de buik van het penseel iets wat opwaarts drukt om hem weer terug naar mijn bolling te brengen. Precies. Dus wat ik nu doe is inderdaad kleine drukjes geven en tegelijkertijd natuurlijk wel voor zorgen dat die smijlijn al vorm krijgt. Maar het is nog niet je main ding nu? Mijn main punt nu is dat ik hier een mooie blending heb gemaakt. Nou, dat is gelukt, want hij loopt nu over. Gelukkig. Dan kijk ik eigenlijk hier naar de zijkant, want ik heb hier een puntje gemaakt. Dit wordt straks het puntje van mijn smijlijn. Ja. Dus daar. Dan moet hij natuurlijk aan de andere kant exact hetzelfde zijn. Dus ik draai hem om en ik zorg dan dat daar ook precies weer dat puntje zit. Ja. En weer terug. En dan gaan we zorgen dat die smijlijn klopt. Ja, want het product wat daar natuurlijk ligt, dat heeft wat langer de tijd, want het ligt op het schabloon. Juist. Dus niet heel erg op het schabloon, maar een beetje. Nee, maar het heeft een beetje, het heeft niet zoveel last van de lichaamswarmte, dus je kan daar vaak nog wel even mee perfectioneren. Vaak zie ik toch dat daar heel snel mee gestopt wordt. Nou, wat ik nu bijvoorbeeld doe, is het echt glad maken en het creëren van een muurtje, zodat we niet tussendoor hoeft te stoppen om te veilen. Ja, want jij zet hem gewoon in één keer. Ja. Dus je doet hem ietsjes terug, ietsjes tegen. Ja. Eigenlijk duw je hem weer ietsjes omhoog. Ja. En dat ga je dan straks weer corrigeren. Juist. Dus eigenlijk dit stuk is puur camouflage. Ja. Dat is het hem. Want ik wil, kijk, een verlenging maken. Dus dat hij nu vanuit jouw nagel als het ware recht mooi doorloopt. Hij loopt ietsjes omhoog. Maar dat geeft niet, want dat lossen we zo meteen mooi op als we daar een bolletje nog bovenop gaan zetten. Dekkracht is nu belangrijk, dat je de punten goed vrij hebt en dat je de smileline als scherp hebt gemaakt met de punt van je penseel. Juist. Dat zijn de drie key issues. Dat zijn de drie key issues, ja. Goed, ik kies er dan voor om eerst het wit te gaan zetten. En niet een hele lange nagel doen. We doen gewoon iets wat ik ook nog kan dragen. Want ik wil natuurlijk wel mijn Debbie-nagel behouden. Ik ga mijn best doen. Het zit toch altijd een beetje in me om dan die lange nagel te gaan maken. Ik doe het product die kant op. En ik kantel eigenlijk een beetje nu de nagel omhoog. Dat zorgt ervoor dat hij automatisch
tegen de smijlijn aan gaat lopen. En ik werk eigenlijk om en om. Ik wil niet eigenlijk voorkomen dat op die manier één kant al helemaal uithart. Mm-hmm. Ja, ik hou echt mijn vinger gestrekt naar boven. Ja. Zodat die vanzelf tegen die smijlijn aanvloeit. En jij vanzelf ook heel dun product op de vrije top krijgt. Ja. Dus probeer hem inderdaad te corrigeren. Goed, dan gaan we even draaien naar de zijkant toe. Dan duw ik het product daar mooi in dat puntje, hè, wat we net gecreëerd hebben. Ja. En dan pak ik hem hier nog even, want we doen nog wel een kleine correctie. Als je nu van bovenaf kijkt, dat is dan altijd het doel, proberen we dat natuurlijk dat die twee puntjes geheel mooi aan elkaar matchen. Ja. Als dat niet het geval is, dan zou je dus altijd bijvoorbeeld aan de ene kant of aan de andere kant nog een stukje bij kunnen zetten. Ja. Ja, dus dit is dan de basis. Mm-hmm. Mm. Dus ik pak een laatste bolletje en hiermee gaan we eigenlijk de nagel afsluiten. Dus mooi. Ja, je laat hem wegvloeien bij de nagelriem. Ja. En ook nu is je penseelstand belangrijk dat je het product wel op het nagelbed houdt. Nou, dit is dus echt een heel belangrijk punt. Want wat ik dus heel vaak zie is dat het de penseelstand vanaf deze kant is, naar boven. Ja. Als je dan gaat vegen, veeg je eigenlijk alle producten weer af. Penseelstand richting de nagelriem is echt met de punt rustig drukken. Op het moment dat je naar het midden gaat, dan zie je dan verandert het hele parallel. Het penseel gaat parallel bovenop de apex, heel lichtjes. En als we dan daar naartoe gaan, dan zie je dat ineens de nagel omhoog gaat. Mm-hmm. En ik eigenlijk de aansluiting zoek met de top van de nagel. Ja. En nu zie je dus dat hij een mooie bolling heeft. Hij heeft een mooie curve. Ja. Maar het is niet too much. Nee. Ik zal hem even een beetje natuurlijk houden. Ja. Goed, we gaan even kijken. Hij kan nog even. Nog heel eventjes. Ja. Want we moeten hem nu natuurlijk gaan pinchen. Ja. Dat moment is vrij kritiek. Ja, is heel kritiek. Je moet hem er niet te snel afhalen, want dan is de nagel weg. Dan is de nagel weg, ja. Of is je C-curve ook weer belast natuurlijk. Maar als je te lang wacht, dan moet je te veel kracht erop zetten met het risico dat die mogelijkerwijs of breekt. Ja, exact. Ja, dus dat moment is meestal als hij dan losplopt. Dus ik knijp hem eigenlijk aan de onderkant behoorlijk fijn. En dan hoor ik hem losploppen. Dan weet ik al, kijk. Ja, dan is hij aan de onderkant goed uitgehard. Ja. En hoef je daar dus je niet zorgen over te maken. Nee, inderdaad. Met spatel los proberen te duwen. Het gebruik doen ook sommige mensen, maar dan loop je wel het risico dat je hem doormidden snijdt. Wat ik vaak doe is met een spatel echt alleen even kijken of ik hem los krijg. Maar ja, daar heb je het dan ook wel mee gehad. Hiermee check ik altijd even of die echt mooi in het midden zit. Ik ga daar verder niet al te veel mee doen. Maar dus gewoon even voor visueel te kunnen zien. Maar de pinchstick gebruik je om te checken? Om te checken. Ja, en dan met pinchen, dan zet ik hem eigenlijk altijd al wat verder. Dus ik laat hem even zien, misschien van de zijkant uit. Zetten we nu daarop. Als je dan van de zijkant uitkijkt, probeer ik niet te veel. Eerst gaan we product pinchen. Zo hou ik hem even vast. Ja. Rekening houden dat hij goed recht loopt. Dus we kijken echt naar het tweede gedeelte van de vinger. Dan druk ik hem even door. Even contact met jou houden. Of het goed gaat met je. Dan drukken we nog eventjes door. Naarmate het product harder wordt, kun je ook wat meer druk geven. Ja. Zonder dat die druk onprettig wordt. Ja, inderdaad. Wat ik dan meestal nog doe, is ik denk van, nou, ik heb mijn eerste druk gehad. Dan haal ik hem los. Ja. En dan leg ik hem nog iets meer naar boven. En dan ga ik iets schuiner nog. Waardoor ik nog iets meer op het product zelf zit. Ja. Als je van de zijkant uit ziet, kun je dat ook goed zien. Ja, je ziet nu de hoek van de smijlijn eronder uit. Juist. En dit zorgt ervoor dat ik eigenlijk nog wat verder door kan drukken zonder dat jouw nagelbed... Ja, want je bent over mijn nagelbed heen naar het pinchen. Ja, dus nu pinch ik echt het product nog een keer even goed. Waardoor die dus nog een stuk smaller wordt. Ja. Mag ik hem even omdraaien?
dan kun je dus zien. Ja. 40% van een cirkel, hè? Ja. Salon Succes. Ja. Ja, je hebt een klein beetje geveild. Ja, ik was een klein beetje begonnen. We willen de nadruk natuurlijk een beetje leggen op polijsten ook. Hè? Mm-hmm. Dus ik neem even snel door wat ik eigenlijk gedaan heb. Wat ik eigenlijk altijd doe, ik begin met de zijkanten van de nagel. Dit om de bolling, vooral de lengtebollingen, te bewaren. Dus ik draai vaak de nagel dan helemaal op zijn kant, zodat ik echt goed kan kijken hoe die vanuit de onderste booglijn en zij aan zich loopt. En dan ga ik vanaf deze kant dus echt recht omhoog veilen. Met de C-curve mee. Met de C-curve mee, inderdaad. Nou, je ziet dan ook een mooie lijn eigenlijk hier ontstaan. Dus eigenlijk op een derde deel van de nagel. Hetzelfde doe ik aan de andere kant. Dus ik draai hem echt helemaal naar deze kant toe. En dan maakt het niet uit of nou aan de ene kant of de andere kant een bolling zit. Het is echt altijd hetzelfde stappenplan. Dus hier doe ik precies hetzelfde. Ik vuil weer naar het midden toe. Zorg er dan voor dat eigenlijk hier precies in het midden een lijn overblijft. Dus de lengtebolling. Mm-hmm. Dus die kan je vanaf deze kant heel goed corrigeren. Dus door de nagel goed naar beneden te houden en dan naar beneden te kijken. Of door de nagel eventueel om te draaien. Dus zo te bekijken kun je bijvoorbeeld zien dat die lijn echt helemaal in het midden loopt. Daar standaard start ik daarmee. Dan gaan we richting de nagelriemlijn werken. Dus zorgen dat het product heel mooi overloopt richting de nagelriem. Ja, je gebruikt echt minimale druk, hè? Ja, echt heel minimaal. Ik heb natuurlijk ook niet zo heel veel product daar gebruikt. Nee. Dus ik wil gewoon een product wat ik daar heb neergelegd ook laten liggen. Dus niet te veel gebruiken. En dan gaan we mooi eigenlijk de hairline, zoals we dat noemen, mooi, evenredig. Ja. En je ziet ook dat ik de vel ook echt expres nu zo hou, zodat ik mooi tegen de bolling, het apex gedeelte, eigenlijk er naartoe aan het veilen ben. Een beetje dubbel, het werkt een beetje twee kanten op. Ja, het is ook zo heel goed te zien dat langzaam maar zeker die hele, het onderste stuk van het nagelbed en de vrije top mooi één gladde lijn aan het worden is. Zodat het eigenlijk een mooi geheel wordt. Dan draaien we de nagel heel even om en dan kijk ik eventjes of de haarlijn helemaal mooi gelijk is eigenlijk. Ja. Nou, dus dan moet eventjes zo door het licht heen, want dan kan ik goed zien. Nou, ik zie hier een kleine verdikking, dus dan ga ik heel eventjes daar nog een keertje overheen. En pas als hij dan helemaal mooi dun is, pak ik eigenlijk die onderste booglijnen hier aan. Dan pas ga je hem scherp uit de nagel hier komen. En als het moment dat het dik is, of je hebt te veel product gebruikt en je gaat hier dan kracht onder zetten, dan kan het zijn dat je vel bijvoorbeeld bol gaat staan. Ja. Dan krijg je nooit helemaal een rechte lijn. En vooral bij nagels die langer zijn, kan dat dus echt een probleem. Tenminste, dan krijg je gewoon geen strakke lijn. Dat is natuurlijk wat je wel wil bereiken. Op het moment dat het daar dun is, zie je dat je eigenlijk heel makkelijk... Je gaat als een mes warm mes door boven. Ja, dan is het eigenlijk klaar. Hetzelfde doen we aan deze kant. Ik zorg dan dat ik altijd wel recht blijf zitten. Dus probeer niet zo te gaan veilen. Dan vel je vaak een hoek eruit. Dus door hem echt zo neer te zetten en recht te houden. Breng je hem zo naar het contactpunt toe. Mooi. Dan hebben we natuurlijk de vorm. We kunnen hem allerlei verschillende vormen. Ik hou nu een beetje de vorm aan van de smijlijn. Dus ik kantel als het ware mijn vel van recht. Nou ja, het is bijna 45 graden naar binnen. Ja. En dan zet ik hem gewoon rechteronder. En ook weer gelijkmatig druk zetten. Ja. En je ziet hier heel goed nu op beeld. Wat er dan gebeurt is dat je eigenlijk van bovenaf dus een mooie ronde nagel creëert. Maar aan de zijkant zie je dus echt heel goed die onderste booglijn nog lopen. Sommigen die houden dan van om net het randje nog. Oh, ik vind die hoek erin altijd fantastisch. Prachtig. Ja, die is prachtig. Dus die laat ik altijd zitten. Ja, die moet je laten zitten. Ja. Ik controleer hem dan ook nog altijd. Dan draai ik weer de vinger even om. Helemaal op zijn kant. En waar ik dan naar kijk is dat deze twee puntjes ook exact hetzelfde zitten. Dan weet ik ook dat, dat de vorm ook grotendeels gewoon heel mooi gelijk wordt. En dan kun je ook de haarlijn inderdaad nog goed zien. De vraag wordt gesteld welke gritvel je gebruikt. Ik gebruik een 180 grit en een 220 gritvel.
De reden waarom ik dat doe is omdat op het moment dat je echt met groven nog gaat veilen, vooral als je wil gaan polijsten, zijn de krasjes er heel moeilijk uit te krijgen. Maar ook als het product net geplaatst is en vooral acryl duurt altijd nog even tot het volledig uitgehard is. Als je te grof en te hard erop gaat veilen, zou het zomaar kunnen zijn dat je toch iets aan de verbinding daar verbreekt. Dus vandaar het liefst met zo'n zacht mogelijke vel. Ja, en als je gewoon inderdaad stileert met je penseel, waar we het al over hadden, dan is veilen met een grovere vel ook gewoon helemaal niet noodzakelijk. Nee, inderdaad. Inderdaad. Dus dat brengt mij gelijk ook weer tot de volgende stap. Want ja, we willen natuurlijk polijst gaan. Een beetje een verloren kunst. Ja, dus ik heb nu een 240 grit veldje, dus dat is weer ietsjes een stap zachter. En liefst in buffervorm. Ik hou van een buffertje. Dus wat ik nu ga doen, is eigenlijk even precies dezelfde stappen die ik net ook gedaan heb, weer helemaal stap voor stap volgen. Ja, en ik voel dat je het hele oppervlakte pakt, maar wederom met weinig druk. Maar je zorgt er wel voor, voldoende druk, dat die vijl wel echt het hele oppervlak pakt. Ja. Anders krijg je van die ribbels erin. Juist, natuurlijk. Dus je moet echt wel goed zorgen dat je wel voldoende druk geeft, maar niet te hard, wel met beleid. Want anders duw je juist wel weer krasjes erin, want die stofdeeltjes die erop zitten kunnen ook krasjes nalaten. Dus het goed voor zorgen dat de stof vrij blijft is belangrijk. Ik doe dan ook nog altijd eventjes met een buffertje weer de vorm een beetje aanpassen. Die moet natuurlijk mooi scherp maken. En dan kijken we even, ik zie hier nu heel mooi op de camera. Mm-hmm. Ik denk van, daar zit net nog een klein puntje zo, dat buffen we even eraf. Precies daar, waardoor die nog een andere mooiere overloop gaat krijgen. Nou, dit is eigenlijk al voldoende. Dan zie je al dat die al veel smoother wordt. Hè? Wat ik dan ga doen is, ik gebruik dan al een beetje olie. Dat heb ik in een flaconnetje zitten. De reden waarom is, op een wedstrijd heb je niet de tijd om alles apart in te olieën. Dus dan spuiten we en dan ben je klaar. Oh, dat is slim. Ja, dus dan ben je klaar. Nou, ik haal deze even weg. Dat is een beetje het stof. Ja. Dan wrijf ik er de olie goed in. Dan heb ik een heel 1200 grit is dit. Ja. En de 1200 grit buff ik er. Ja, die olie werkt nu als een soort glijmiddel tussen je buffer en het nageloppervlakte, waardoor je frictie krijgt. Juist. En door die frictie smelt eigenlijk het oppervlakte glad. Ja. Dus wat ik dus nu doe is eigenlijk helemaal goed ook rondom. Nou, je hoort hem al een beetje. Je hoort hem piepen. En piepen is goed. Piepen is goed. Piepen moeten we hebben inderdaad. Dan pak ik nog heel even. En dit is dan het moment dat ik nog beter kan zien. Wacht even, hou hem ietsjes naar beneden, want dan zien we dit goed. Ja, nu heb je een saffiervel, een diamondvel, en nu doe je dat laatste kleine tikje. Net even daar dat tikje en hier ook, om echt helemaal recht te zetten. Ja, ik krijg ook nog een aantal reacties binnen. Christel Maat, die zegt super uitgelegd en super mooi. Chantal Smit, die zegt mooi, super duper Debbie Neil. En nog heel even een insider, Cheyenne van onze regie, die zegt ik wil ook een Debbie nagel. Nou, als we dank je, leuk. Dan pakken we de glossing buffer, of de Ultimate Shiner. En dan gaan we eigenlijk al die stappen die ik daarvoor met heb kleine gedaan. Bewegingen. Ja, kleine bewegingen. En dat doe ik eigenlijk bewust. Want je wil dit horen. Ik wil dat horen, ik wil die druk horen. Het is eigenlijk met regelmaat gebeurd dat ik op het laatste moment met mijn lange halen op een wedstrijd ineens schiet je eraf en ik schoot zo de nagel eraf. Dus ik heb mezelf eigenlijk dit aangeleerd met kleine bewegingjes. Poets je hem. Ik weet niet of dit goed te horen is, maar ik zal er eens voor zorgen dat het wat beter te horen is. Even wat gerommel met de microfoon, maar hij komt eraan. Ja, je voelt hem, hoort hem echt piepen. Oh, wat een lekker geluid is dat, hè? Ja, en dit is dus echt een belangrijke stap. Hier wordt vaak al overheen gegaan. Te snel eigenlijk ook.
Ja, vaak denken mensen, weet je wat, ik ga ben lekker er naar al. De witte kant, ja. Ik ga hem lekker tot hoogland brengen. Ja, en dan zie je al de krasjes. Kassen. Ja, precies. Dus die moeten er wel echt uit zijn. Dus voordat ik überhaupt echt overga op het echte ja, glansveilen, wil ik zeker weten dat alle krasjes eruit zijn. Dus daar gebruik ik het licht voor. Nou, normaal heb je dan een grote tafellamp, ja. Waarbij je echt tot de fijnste krasjes alles kunt zien. Maar voor nu zie ik al een behoorlijke glans erop. Mm-hmm. Dus we gaan door naar hoogglansveilen. Dezelfde kleine bewegingjes. Ja. Oh, in mijn tijd zat ik me hier helemaal een versuffing te zweten. Echt het water spoot uit mijn hoofd. Zoveel energie erin steken. Ja, maar eigenlijk hoeft dat helemaal nee. niet. Nee, dat scheelt wel. Het hoeft niet op het moment dat je dus stap voor stap ervoor zorgt dat je dus die nagel naar hoogglans toe brengt. Nou, dan krijg je dit resultaat. Dus even mooi in het midden. Jeetje, Mina, wow. Moet je kijken helemaal tot aan de cuticle line. Oh, prachtig. Supermooi. Nou, ik denk dat Shen inmiddels een Debbie set wil. Ja. Ja, en nu zie je dus, ja ik zie, oh, kijk, hier zie ik nog wat. Camera. Ja. Hier. Een klein dof plekje. Ja. Eventjes. Zo. En dan natuurlijk, en gaan we nu niet helemaal onderolieën, want iets wat absoluut ook niet mag is... Productresten, dus olieresten. Ja, dat gaan we niet doen. Dus wat ik eigenlijk alleen doe is even de huid eromheen en niet helemaal om die nagel, want anders kan ik weer opnieuw beginnen. Even de stofjes weg, waardoor stofjes het soms weg. Lijkt alsof de lijnen niet helemaal recht zijn. Maar ja. Jessica Drake die zegt prachtig om zo'n nagel te zien opbloeien, maar dat is het ook echt, hè? Ja, het is echt een nagel inderdaad zien opbloeien. Ja, we houden hem even rustig. En Anneke Thijssen Verkoeien die zegt, ik ga nu ook polijsten, dus zij is om. Ja. Ja, je ziet ook de lichtweerspiegeling helemaal over het hele... Ja, over de hele ja, lengtebolling terug. En je ziet dus dat je nu mooi eigenlijk hebt verlengd. En even ook nog over de lengtebolling in het algemeen. Ja. Die is flauw. Die hele sterke bolling die ik heb van nature, die is redelijk weg. Hij die is redelijk weg, ja. Uitgeëgaliseerd. Ja. Zonder dat er een hele massa van product op zit. Ja. Dat hoor je ook. Ja, er zit inderdaad niet veel product op. En dat kun je ook zien. Als je hem ook zometeen ja. naar de haarlijn zou kijken, dan zie je ook dat het product gewoon, ja, gewoon normaal is. Het hoeft niet een ik hele... Even zo. Ja. Nou, we krijgen alleen maar berichten binnen dat hij echt prachtig is.